De handel in wilde dieren is een miljardenbusiness. En die wordt gedreven door de consumentenvraag naar exotische huisdieren, naar entertainment met wilde dieren, naar producten ook van wilde dieren, onder andere om er medicijnen van te maken. Belangrijke problemen die hierbij komen kijken is uiteraard het weghalen van wilde dieren uit hun leefgebieden en het dierenleed dat ermee gepaard gaat. Maar het verhoogt ook enorme risico's op het overspringen van virussen. En hoe meer contact wij maken met die wilde dieren, hoe groter de kans wordt dat virussen van dier op mens overspringen. De handel in wilde dieren is een van de voornaamste redenen waarom biodiversiteit wereldwijd achteruit gaat. En die handel is niet alleen maar illegaal, ook legale handel is vaak helemaal niet duurzaam. De kosten daarvan zijn astronomisch. Zijn astronomisch voor onze gezondheid, voor onze economie en voor ons welzijn. Biodiversiteit is geen luxe. Het is een primaire voorwaarde voor ons leven op aarde. Dit onderwerp moet hoger op de agenda van de politiek. En het moet weer een vast onderdeel worden van ons buitenlandbeleid. Er worden in Nederland nog steeds heel veel exotische dieren gehouden die totaal ongeschikt zijn als huisdier. En dat blijkt ook wel, want veel van die dieren belanden uiteindelijk bij opvangcentra, zoals bij Stichting Aap. En of het dan gaat om een servalkat, of een zilvervos of een suikereekhoorn, elk dier wat we nu nog opvangen is er één te veel en het pijnlijke bewijs dat er behoefte is aan goede preventieve regelgeving. En al jarenlang wordt er gewerkt aan een positieflijst en dat is een lijst met diersoorten die wel toegestaan zijn en wel geschikt zijn om te worden gehouden. En het is nu van het allergrootste belang dat deze lijst ook wordt ingevoerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de EU. Niet alleen in Azië heb je markten waar wilde dieren worden verkocht, die heb je ook in Nederland. Exotische vogels, reptielen, vleermuizen en andere wilde zoogdieren worden ook in Nederland verhandeld. De dieren zitten vaak in slechte omstandigheden, hebben stress en ook dat verhoogt de kans dat ziekten van dier op mens overspringen. Daarom roepen wij op om risicovolle markten wereldwijd te sluiten. Wereldwijd stijgt de vraag naar traditionele medicijnen. En in een deel van die medicijnen worden wilde, vaak bedreigde dieren gebruikt. Denk aan de neushoorn, de tijger, de pangolin, maar ook leeuwen. En die vraag vanuit die medicijnen, die leidt tot een enorme illegale handel. En dat zorgt weer voor uitsterven van diersoorten. Dus wij roepen de overheid op om strenger te handhaven, als ook om in Nederland en in de EU die handel in kaart te brengen. En daarnaast roepen wij onze overheid op om op wereldniveau zich hard te maken dat wilde dieren niet langer gebruikt worden in medicijnen. We zitten nu zo'n 12 maanden in een coronapandemie. Hoog tijd voor actie. De kosten zijn astronomisch. De maatregelen die wij voorstellen moeten zo hoog mogelijk op de agenda. Alleen zo kunnen we de dieren, de biodiversiteit en dus onze eigen gezondheid beschermen. En dat is absoluut een primaire voorwaarde om verder te gaan in de wereld waarin we leven.